Ja, ik kom voor de gezelligheid, maar ik vrees dat er ook andere oorzaken voor zijn. Ik heb moeite gedaan voor een andere die veel bij de voetbalvereniging gedaan heeft, dus daar zou ik ook voor gekomen zijn. Ja. En dan ben ik vanmorgen erin geluisterd door Rick, die kwam me ophalen, want ik moest zogenaamd praten bij een klant. Maar ja, toen kwam ik dus hier en dat leek me een beetje een raar verhaal. En toen mijn dochter buiten zag, ja, toen voelde ik wel nattigheid. Het is een dag dat wij waardering uitspreken als samenleving, als Amersfoortse samenleving, naar mensen die, en dat zullen we straks vaak terug horen, hele belangrijke dingen hebben gedaan waarvan ze zelf zeggen, het is heel gewoon wat ik heb gedaan. Het is heel gewoon dat ik beschikbaar ben voor mensen in mijn omgeving. En toch zeggen we daarbij dankjewel. Via een koninklijke onderscheiding. Uiteraard, haar majesteit heeft dat allemaal persoonlijk beoordeeld. Want zij hecht ook zeer aan dat deze dag, de laatste werkdag voordat het Koninginnedag is, 30 april. Het wordt trouwens aanstaande maand fantastisch weer, dat heb je net gehoord, dus dat is ook een hele geruststelling. Maar de laatste werkdag voor 30 april, dan is het altijd traditioneel lintjesregen. Waardering uitspreken naar mensen die het verdienen. Ik zeg dat nogmaals eventjes nadrukkelijk. Voor al die mensen als vrijwilliger of op een andere manier van groot belang zijn voor onze maatschappij. En of je dat nou doet op een plek bij sportvereniging A of dat je dat op een andere plek doet, dat maakt niks uit. Het is een variëteit, en dat zullen we vandaag ook horen, van heel veel persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Avondenlang vergaderen, netwerken aanspreken, enthousiasme hebben aangewakkerd en misschien soms wel doorgaan tegen beter weten in. En thuisvond maar wachten totdat ze weer thuis bent gekomen. En wie doet dat allemaal belangeloos? Ik zeg altijd maar, psychisch inkomen kan hoog zijn in onze samenleving. Het gaat niet altijd om het materiële, maar het gaat ook altijd om het immateriële. En u weet, vanaf 1 januari komt daar 21% btw overheen. De heer Brundel. In gebruik is voor de gemeenteraad. Ja, daar zit u nou. Want we kennen u al heel lang bij de gemeente. U bent gedreven en ambitieus in het ondersteunen van de belangen van de sportvereniging. Dat doet u onder meer als voorzitter van de Amersfoortse Sportfederatie ASF. U stort zich al vele jaren in het bestuurswerk van de voetbalsport, zoals u jarenlang voorzitter van de voetbalvereniging Hooglanderveen. Ja, ik dacht al, er staat Hoogland daar. Dus ik moest een keuze maken, Hoogland of Hooglanderveen. Dames en heren, ik doe de zin opnieuw. U stort zich al vele jaren in het bestuurswerk van de voetbalsport en zo was u vele jaren voorzitter van de voetbalvereniging Hooglanderveen. Ja. En was de bestuursvoorzitter van de overkoepelende organisatie van de Amersfoortse voetbalvereniging. Het stimuleren van de gehandicapte sport heeft u speciale belangstelling. En niet voor niets bent u benoemd tot erelid van uw eigen voetbalvereniging, waarvan ik de naam niet nog een keer ga vergeten. Jarenlang bent u al scheidsrechter, jurylid tijdens superstarwedstrijden en bestuurslid van de vereniging Vrienden van de Voetbalverenigingen. En aan het einde van het jaar coördineert u bovendien de oliebollenactie voor de voetbalvereniging. Zullen we een deal maken dat ik... Ja, ik kom hem eten dan, bij de goede voetbalvereniging. Langdurig en zeer betrokken bent u bij de parochiegemeenschap Sint-Joseph de Hooglanderveen. U begon als misdienaar, werd later acolyet, bestuurslid, secretaris en vicevoorzitter van het parochiebestuur. Ik heb nog net gestoord geworden, maar dat zal zich de grenzen aan moeten kan. U bent lid van het bestuur van de fusiebegraafplaatsen, koster en vrijwilliger bij de actie Kerkbalans. Uw werk wordt voor de kerk dan ook zeer gewaardeerd. Bij het woonzorgcentrum Sint-Joseph bent u al verschillende keren, heb ik u trouwens al verschillende keren mogen ontmoeten, en daar bent u vrijwilliger en secretaris van de kapelcommissie. Ook was u betrokken bij het fusieproces van de toenmalige lokale Rabobank en was u lid en secretaris van de ondernemingsraad van Alcatel, dus uw cent, uw werkgever tot 2009. Meneer Brundel, u wordt omschreven als een duizendpoot met een ongebreidelde energie. Misschien ook een op zijn eigen wijs, maar dat hoort erbij, zo is dat.
Maar u bent een van die vrijwilligers die symboliseert hoeveel kracht Amersfoort, hoeveel kracht Hooglanderveen, hoeveel kracht Hooglanders, waar wij als gemeentebestuur zeer aan hechten. Daarom verheugt het mij dan ook zeer dat Hare Majesteit u benoemd heeft tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Mensen, mag ik heel even de aandacht. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Adrie Hildewegers, voorzitter van deze vereniging. De vraag is geweest of wij wat voor Gerard konden betekenen. Nou, dat willen wij heel graag doen. Dus Gerard, hierbij wil ik jou, Truus, je kinderen, Ilse, Kitty, Lotte, partners en je kleindochter, moet ik even spieken, Naomi, ik ga hartelijk welkom heten in deze toch wel geschitterende gebouw wat wij als vereniging hebben. Ik hoef niet te zeggen dat jij een van de grondleggers bent van het bestaan van deze vereniging. Dat is denk ik algemeen bekend hier. En daar kom ik zo meteen later op terug. Buiten jullie heten wij ook alle welkom. De familie, de collega's, oud-collega's, commissieleden, mensen waarmee jij samengewerkt hebt. Ik stel voor om het glas te heffen, dus als het goed is heeft iedereen een oranje bitter gehad in het kader van deze heugelijke dag, in het kader van de oranje. Ik stel voor om een proost uit te brengen op Gerard. 1, 2, proost! Proost Gerard! Proost Gerard, het is wel heel bijzonder dat jij benoemd bent tot de ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daar komen we zo meteen nog uitgebreid op terug. Ik weet niet of er meer mensen zijn die wat willen zeggen tegen Gerard. Ik wil het alleen even officieel openen. Ik kom zo meteen terug met een kleinere toespraak naar jou. Ik heb geleerd dat dat van jou afkomstig is, toespraken.